wij zijn van man bij het hond. Heeft u al gegeten? Goedenavond, pater. Pater? Ja. Hoezo, pater? U bent toch een pater? Een pater? Wat is die? Potverdomme. Wie doet dat? Daar sta ik aan de zijkant in donker, gooien ze dat gauw over me heen. Wie doet dat nou weer? Dat moet je van tevoren zeggen, dan kom ik toch heel anders op. Ahi hoe ha. Hoi. Ahi hoe. Veel beter. Goedemiddag. Goedenavond, pater. Ik ben een pater. Ja. Dat zag ik gelijk al. Zag u het? Mooie pij. Ja. Beetje laag kruis. Zeg, pater. Ja. Heeft u wat aan uw voet? Heeft u wat aan je voet? Nee, ik heb een hersenschudding, verband is afgezakt. Heb je wat aan je voet? Heb je wat aan je voet? Goh, heb je wat aan je voet? Dat was alleen maar een beetje belangstelling, hoor. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Bent u al lang, pater? Nee, net, dat zeg ik. Ik sta aan de zijkant, ze gooit over me heen. Dat zeg ik. Ja, ja. Ik speel het mee. Ik speel het mee. Ja. Goedemiddag. Goedenavond. Ik ben een pater. Ah, ja, ik ben een pater. Daar kijk ik van op. Ja, ik ook. En altijd al pater geweest? Of? Al wel geweest. Ja, nou, hoe lang niet al? Altijd. Een jaar of vijf. Vijf? Ja, een jaar of vijf. Ja. Toch wel? Ja, toch wel. En ja. Daarvoor? Daarvoor niet. Daarvoor niet. Ik ben van alles geweest. Ik was ook een tijdje bijvoorbeeld vuurtorenwachter ben ik geweest. Vuurtorenwachter, maar daar was ik niet zo geschikt voor. Nee, waarom niet? Nee, als ik naar bed ging, deed ik het licht uit. Ik ben ontslagen dus, ontslagen. Dus ik denk, nou, dan word ik wel pater. Ja, ja, ja. Oké, okay, het staat zo goed. Is het, ja. Wat kan ik voor u doen, pater? Ik heb geen idee. Wat kunt u allemaal? U komt toch niet zomaar een politiebureau binnenlopen, nee, is het wel? Ik kom even een aangifte doen. Een aangifte? Aangifte, okay. Aangifte van een ongeval. Ongeval? Ik heb het ongeval ook meegenomen. Dan weet je wel waar we het over gaan. Ik pak even de formulieren erbij, pater. Heel graag. Dan en dan gaan we maar even noteren. Heel prettig. Hoe is de naam? Van Beieren. Van Beieren. Pater van Beieren. Pater Bim van Beieren. Pater Wim van Beieren. Nee, Bim. Bim, de B van Bim. Bim. Mijn moeder was Jacoba van Beieren. Die ken u wel, was geen... Ja, die ken ik wel. Maar was dat uw moeder? Mama. Jacoba. Ik kan me nauwelijks voorstellen, dat historisch gezien. Dat kan toch niet. Ze schat hem allemaal jonger, hoor. Dat is wel waar, hoor. Voluit heet ik zelfs Bim Bambom van Beieren. Bim Bambom. Bim Bambom, ja. Ik ben namelijk genoemd naar het klokkenspel van mijn vader. Mijn vader was bejaardier, hè. Dus die zat de hele dag met zijn klokkenspel te spelen. Dat kan je wel nagaan. En op een dag kwam mijn moeder, die kwam voor Beieren. Voor Beieren? Ja, ja. Die kwam voor Beieren. En die zag mijn vader met zijn klokkenspel zitten spelen. Hij zat altijd voor een open raam, dat vond hij lekker fris. En mijn moeder was een lekkere, dat je zegt, zo, dat is een lekkere, dat had ik je. Dus dat zag mijn vader ook niet. Ze zegt, gut, Joko, wil je misschien een keer met mijn klokkenspel spelen? En mijn moeder had dat nog nooit gedaan, dus die zegt, oh, dat wil ik wel eens proberen. En voordat ze de erringen hadden, lagen ze met z'n tweeën te bimbamberen. Bom, zaten ze met de gebakken eieren. Kwam ik. Ja, ja. Ja. Dat is een heel verhaal, pater. Wat een verhaal, hè. Ik sta er ook zelf naar te luisteren. Ik denk, wat een verhaal. Waar gaat dat heen? Waar gaat dat heen? En toen wisten ze niet hoe ze me zouden noemen. Of ze me nou Bim zouden noemen. Of Bom of Bam. Dus toen hebben ze me maar Bim Bam Bom genoemd. Het klinkt ook vrolijk, vind je? Ja, ja. Bim Bam Bom. Bim, telefoon voor meneer Jansen. Bim Bam Bom. Je hoort het heel veel. Het loopt lekker. Heb ik naderhand ook nog een heel klein zusje gekregen. Schattig zusje, klein zusje. Klein zusje. Heel leuk. En hoe hebben ze die genoemd? Tingelingeling. Bim Bam Bom. Tingelingeling. Als we tegen elkaar opbotsten, dan hoorde je een heel carillon, hè. Ze zijn trouwens nog steeds twee hele goede vrienden van ons, hoor. Oh. Wie? Karel en Jan. Karel. Pater, ik wou even teruggaan naar de aangifte. Heel graag, want daar kom ik voor. Hè? Ja, daar komt u voor. Wat is er nou precies gebeurd? Ja, wat is er precies gebeurd? Dat was hier liggen. Nou, ik stond de klok te leuien en toen kwam de klengel naar beneden. De klengel liet los. Dus die kwam recht naar beneden op de voet. Nou, dat deed zeer, hoor. Ja, wat dat is een, deed zeer. Wat is een klengel? Een klengel. Die zit onderaan een klepel. Zit er een klengel? Onderaan een klepel. Jawel, natuurlijk. Onderaan een eigenlijke klengel. Onderaan een klepel van een klok? Onderaan de klepel van een klok. Zit een klengel? Zit een klengel. En wat doet die klengel onderaan de klepel van die klok? Klengelen,
Klengelen, wat je moet doen, anders hoort de klok niet klengelen. Klengelen, aha. Klengelen, ja. Dus de recht op de voet kwam naar beneden. No, dat heb ze zeer gedaan, hoor. En ik zag het niet aankomen, want ik kwam zo, ik had de bril niet op. Ik was de bril, was ik even, die had ik naar reparatie gebracht. Die was kapot, dus die had ik even naar de slager gebracht om te repareren. En die was nog niet terug. Wacht even, pater. Dus ik zag... Pater. Ik kan u niet helemaal volgen. U brengt de bril naar de slager om te laten repareren? Nou, ja, normaal ook niet. Maar dat kwam omdat de bril stuk was. Dus ik zag niet dat ik bij de slager was natuurlijk. Ik vond het ook heel raar. Die opticien zegt, wil u een stukje worst? Ik zeg, een stukje worst? Dat is toch niet. In ieder geval, het is opgelost, want ik heb nou twee brillen. Oh, fijn. Ik heb twee brillen, heb ik gelukkig. Ik heb een bril voor dichtbij en een bril voor ver weg. Mooi. Ja, maar die voor ver weg die gebruik ik heel weinig. Oh, waarom? Ik ga haast nooit ver weg. Ik heb er ook geen zin in. Patrick, zie dat u ook aan het hoofd gewond bent. Ja, dat u dat ziet. Ja, dat is ook nog maar weer een heel ander verhaal, hoor. Dat is zo, ook zo raar. Dat heb ik vaak. Dan loop ik even door de stad. En dan ga ik even bij een bushalte staan. En dan sta ik zo en dan komt er iemand bij staan. En die gaat ineens hard op mijn hoofd drukken. Ik wist niet wat dat was, maar het scheen... Vroeger had je van die kleine poppetjes, van die patertjes. En dan kon je op het hoofdje drukken zo. En dan... Pang! Moet je zien? Nou, dan proberen ze... Ja, dan moet je flink drukken natuurlijk, hè. Om dat voor elkaar te krijgen. Het is wel eens gelukt, hoor. Het is wel eens gelukt. Ik heb wel eens een koffietafeltje omver gegooid ermee. Koffietafeltje? Ja, koffietafeltje. Kleintje? Ja, ik heb zelfs een eiken dressoir opzij geschoven. Ja, ja. Was een paar jaar terug natuurlijk, hè. Een paar jaar terug. Ja. Goed. Maar ja, ze gaan steeds harder slaan. En nou, laatst was er eentje die met zijn mobieltje... die sloeg met zijn mobieltje op mijn hoofd. Mobiel? Heel gat in mijn hoofd. Nou, ik heb een pleister opgeplakt hier zo. Dus heel gat. Het is door en door, hoor. Het is door en door en door. Hier erin. Door en door? Aan de binnenkant kan je het zien. Aan de binnenkant zit, misschien kan u het even zien. Het is heel simpel. Geef maar even door naar achter. Misschien gelijk iets voor de missie. Toch missie. Oh, God, wat is het donker. Moet ik even goeie. Ja. Pater, we hebben genoteerd. Godverdomme. Ja, wat er is gebeurd. Ik ben even de satelliet kwijt, hoor. Ja. Het is voor de ontvangst, hè. Zo, nu rijst de vraag, waar is het gebeurd? Waar is het in gebeurd? Welk klooster woont u eigenlijk? Waar woon ik? Ik zit in het Clarissa-klooster, in Kloosterzanden. Oh. Clarissa-klooster, in Kloosterzanden. Kloosterzanden. Ja. Ja. Is dat geen nonnenklooster? Ja, daarom. Is het een beetje leuk klooster? Oh, het is heel leuk, hoor. Ja, het is een gemengd klooster, zal ik maar zeggen. Het is heel modern. En alleen de paters onderling zijn niet te vertrouwen. Oh, nee? Nee, die zijn onderling niet te vertrouwen, helemaal. Vooral niet in de eetzaal, hè. Dan zitten we wel eens met z'n allen in de eetzaal. En dan vouw ik mijn handen samen en doe mijn ogen dicht. En bid dat na het amen mijn gehaktband er nog ligt. Wel ver. Ja, het gaat ver. Ja, het gebeurt. Zo verwacht je niet, hè? Nee, je verwacht het niet, maar ja, ik had het kunnen weten. Ik ging dat solliciteren daar in dat klooster. Toen dacht ik al, want het is niet helemaal zuiver. Want ik moest bij de abbot komen om even... Bij de wie? Bij de abbot. En die ging me even uitleggen hoe dan de week in elkaar zat. Hij zegt, nou, dan hebben we bijvoorbeeld maandag, dan hebben we altijd een kaartavond. Ik zei, nou, daar hou ik niet zo van. Hij zei, nou, dan hebben we op dinsdag hebben we een bieravond. Ik zei, nou, daar hou ik ook niet zo van. Hij zei, dan hebben we op een woensdag, dan hebben we altijd, dan komen er wat meisjes uit het dorp, en hebben een plezieravond met de meisjes. Ik zei, nou, daar hou ik helemaal niet van. Hij zei, oh, ben je misschien homo? Ja. Ik zei, nee, helemaal niet. Hij zegt, god, wat jammer, want dan zou je de rest van de week ook wel niet leuk vinden. Ik ben er nou aan gewend, hoor. Ja. Ik ken de paters nou allemaal zo'n beetje. Oh, er zitten ook types tussen. Er is er eentje, hè, die drinkt heel veel. Oh. Och, die drinkt zoveel. Pater Lazarus, die drinkt zoveel. Die heeft zelfs zijn tenen laten afkaarten. Lekker. Nou, zo van deze. Dit is een hele apart klooster. Ja. Dat hoor ik al.
Pater, nog eventjes. Hoe kwam het eigenlijk, dat incident? Ja, wat was de oorzaak van het incident? Ja, hoe het kwam, weet ik niet zeker. Maar ik denk waarschijnlijk onze doe-het-zelf-pater. We hebben een doe-het-zelf-pater. Pater Praxiscus. En Pater Praxiscus. Praxiscus. En die heeft waarschijnlijk de klengel niet goed vastgemaakt aan de klepel. En daardoor is hij recht naar beneden. Maar het is ook geen goede kluspater. Waarom niet? Het is geen goede... Nou ja, kijk, hij bij mij thuis op de kamer heeft hij een keer vloerbedekking gelegd. Als je dat ziet liggen. Vloerbedekking! En wat was dat voor vloerbedekking, zei u, pater? Pakket. Dat was pakketvloer. Kliklaminaat. Kliklaminaat. Zo heet dat. Woord, ja. En wat is ermee? Nou, het lijkt niet goed, hè. Het lag achterstevoren. Achterstevoren? Ja, in plaats van klik-klak hoor je klak-klik. Dat is niet goed ervoor. Voor de buren ook vervelend. Die rekenen natuurlijk op klik-klak. En dan horen ze ineens klak-klik. Terwijl er normaal, als je het neerlegt, dan... Is dat niet gek, een heel orkest in een politiebureau? Wie zijn het? De TBS'ers? Ja. Ik heb al de platen. We dwalen een beetje af. Ik wou even terug naar de aangifte. Ja. Ik heb hier genoteerd dat... Door het ondeskundig handelen van ene pater Praxiscus... Jezus. Is de klengel van de klepel van de klok op je voet gekletterd. En dat is zeer ook, zeer. Zeg. Toen die dan meteen naar de ziekenboek gegaan bij ons in het klooster. We hebben een eigen ziekenboek, maar die was gesloten. Er hing een groot bord op de deur. Tijd hield alle wonden. Ja, pas. Dus ik ben naar een gewoon ziekenhuis geweest en die dokter heb gekeken. Die zei, nou, ik heb daar gezien. Het is gebroken, het moet in trips. Ik zei, even een second opinion of zoiets. Hij zei, nou, dat kan, dan zeg ik het nog een keer. Het is gebroken, het moet in gips. Dus daar heb ik dat maar gedaan, zodoende dat ik nou... Pater, ik weet voldoende. Ik heb alles genoteerd. Heb je het genoteerd? Ja, en ik ga het op de bodem uitzoeken. En u hoort binnenkort, hoort u ervan. Komt in orde. Ik ben zo dankbaar. Ik zou graag iets terug willen doen. Kan ik iets terug doen? Nee hoor, dat is niet nodig. Echt niet? Weet u wat, als ik nou eens even de blijde boodschap verkondig... Vindt u dat leuk als ik even voor u de blijde boos... Nou, doet u geen moeite. Het is kleine moeite. Jawel, maar het is niet zo aan mij besteed. Ach, wat jammer. Het is inderdaad een hele blijde boodschap. Je wordt er zo blij van. Nou, als het niet te lang duurt... Nee. Zegt u het dan maar. Wat is die blijde boodschap? Morgen mag het gips eraf.